Welkom bij Weekly Workout 3. Laten we van start gaan. Welkom bij de warming up, want we gaan onze beentjes weer wat warmer maken. We beginnen met de lunges. Je doet een lunge vooruit, terug, een squat opzij en een lunge naar achter. We houden het nu even alleen maar aan de rechterkant. Ja. Als het goed is zijn jullie lekker warm, dus dan gaan we beginnen. Het is dezelfde opzet als de eerste weekly workout. We gaan 6 minuten werken en we gaan 2 oefeningen doen die we die 6 minuten gaan herhalen. De eerste oefening, 20 squats. Thank you.
redelijk goed gewerkt allemaal. Gaan we verder naar de buikspieren, want alle worstenbroodjes en bossenbollen moeten er natuurlijk ook even af. Dus we gaan beginnen. 30 seconden bicycle crunch, 30 seconden toe touches en 30 seconden planken. Wij doen gezellig met jullie mee, dus dan doe je het niet alleen. Laten we van start gaan. De bicycle crunch. Kom op, Esther! Ja, volgende. Kom maar! Hey, je moet optellen! Ik heb op de zitten moeten doen, want dat moet ik bedoelen! Oké. Wij gaan verder met de tentjes! Ja, nee. Oké, okay, we gaan verder naar de tentjes! De knipnummer, je hebt best wel lang het goed gedaan. Ja. Dus dat doen we, wil ik de knipnummer dan. Ja. Yeah.
En nu het fijnste deel van de training, de cooling down. We beginnen met nog één kleine uitdaging. Je gaat je handen achter je rug doen en je gaat proberen je handen aan te raken. Ja, ik heb hem. Bijna. Dat hou je een aantal seconden vast en dan wissel je van kant. Die laat ik niet zien, want dan kom ik achter je. Heel goed. Je gaat naar de grond en je gaat lekker op je rug liggen. Je trekt je knieën op tot 90 graden en je laat ze naar links vallen. Breng dit niet genoeg stretch, dan doe je je bovenste been er nog overheen. En als het goed is, voel je nu allemaal knakjes in je rug. Zo niet, dan was je al lekker los. En switch van kant. We gaan op onze kont zitten en je gaat proberen zo ver mogelijk naar voren te glijden en lekker je tenen aan te raken. En doe je me aan? Ja, ik kom er ook niet zo ver. Schaam je niet. Danique geeft ook een goed voorbeeld. Het maakt niet uit. Iedere stretch is één. Maakt niet uit hoe ver je komt. Aan het einde van deze weekly workout zijn jullie 2 centimeter langer. Nu trek je 1 been in en je andere ook. En dan duw je op de zijkanten. Je trekt ze zo dicht mogelijk op de zijkanten van je knieën om even nog je liezen te rekken. En dan zijn we klaar, dames en heren. Dankjewel voor het meedoen en we zien jullie weer de volgende keer.